Brokopondo heeft gisteren de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog herdacht. Het district deed dit in verband met de dag van nationale rouw gisteren. Het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld houdt sinds gisteren activiteiten om de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld te herdenken. In een bomvolle zaal van de Kruto Osso te Bronsweg stond de voorzitter van het comité, Humphrey Yeru, stil bij de strijd die de slachtoffers hebben geleverd. Sana adul, as bukade dul sa komite di stel di a komite bigi. Bika sa buf furus masa kade yere fa komite ma yobe sabi da di yere tire. Wap den dul sa komite stel fona, fu de wap fesi na mas ting, di ala de slachtoffers na ade na bestande fu politik kowel, na fu er eis erkenning na lanti na internasional gemeenskap fu alleen ...aan ogen die afvieren als voekassans maar vieren... ...de gevolgen voor politiek geweld. Dat nou afdien doen. Because aan obede wat makkelijk zijn die lopen. Aan obede wat makkelijk zijn. We actie erkenning... ...dat de regel aan erkenning die ze in een wet... ...moet dat je later aan een wet die ze. En dat wet is goed aan parlement... ...en dat parlement keur aan wet is goed. We takken aan een... Dat we onderzoek moeten komen, laat die moest zeggen onderzoek voor deze massa's lastig desma, smasma lastig in onze samenleving. Maar tegen ons aan die bepaalde sma, je moet je nooit moro. We dachten dat het deden, maar voor ons aanwerk, laat die moest verklaren als man dat het deden. Aldus districtscommissaris Frederik Finissi, die ook aanwezig was bij de herdenkingsbijeenkomst, liet de namen van de slachtoffers één voor één voorbij gaan op een scherm. Ik spreek vrede uit en hoop dat wij met elkaar in dialoog treden om te komen tot een oplossing van dit vraagstuk. Mita, wie zich hier zijn bij vrede en uta hopu tu ta usakwa Makani, usah cuma oplossingku, aisun dipasa aki. Ik einde door het comité te bedanken voor het initiatief en de traditie die opgebouwd zal worden. Mio tapa en mita wens di comité masa yeru edi kude sembelde kudeo tong sana di aki di presiden tu Voor de initiatief DT, we hopen zo'n comité voor Satameni, Didaka en Satjahis en Bekobakawa. Dat was dus districtscommissaris Frederik Finissi van Brokopondo gisteren tijdens de herdenkingsactiviteit van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld in de Kruto Osso te Bronsweg.